En dit is een eerste vrije trap die misschien gevaar kan opleveren. Barisic meteen op doel. Maurice is wakker. Nykoop sneller op de bal dan de rest. Van Zijer, moeilijke controle. Lazar. Nou, dat valt mee. Nog altijd Lazar. Hier is de mat. Moet in één tijd. Goede voorzet. Goed verdedigd door Rangers. Is Union erdoor heen. Goede voorzet. En dan moet je dit afmaken. Ze gaan er met twee naartoe. Van Zijer en Lazar. En dan wordt het niks. Maar eindelijk is goed uitgespeeld op de flank. Diepgang en snelheid daar. Nykoop. Tuma. Mooi meegegeven. Eerste baltoets van Lazar, niet ideaal. Tuma, bal wijkt af en daar gaat hij. Tegen de netten. Union 1-0 voor na 26 minuten. Ze waren aan het groeien. En hier hebben ze ook wat meeval. Maar dan moet je de kans die je krijgt te grijpen uiteraard. En het eerste Europese doelpunt in bijna 60 jaar. Gemaakt door de aanvoerder. Hoe mooi kan het zijn, Teddy Tuma. Ja, ze werden beter in de wedstrijd. Ze hadden net iets meer balbezit, net iets meer gevaar. Mooi van Lapoussin, Adingra, goed ingespeeld. En dan Van Zijer zoeken, maar waarom? Over of in de lucht. Terwijl er nog lopende mensen waren. Daar zijn de infiltranten. Maar hoekschop denk ik dan. Adingra moest recht omhoog. Niet makkelijk. Line kwam ingelopen. Maar de eerste goede aanval van de tweede helft is toch weer van Union. En het begint met Lapoussin. Ja. Beste mannen, tweede helft tot nu toe. Van Lazar en dan trappen maar Nico. Dat scheelde weinig. Het was met zijn linker, zijn minder goeie. En kijk eens hoe hoog Goldsen nu staat en hoe ver Union terug moet. We zitten in het laatste kwart van de wedstrijd. Camara, Tavernier. Het lijkt wel alsof Rangers het tempo wil opvoeren. Kijk eens, plots Colak. Die loopt een geweldige voorzet. Dit is de eerste echt uitgespeelde aanval van de Rangers sinds het begin van de wedstrijd. Goeie bal dit van Van Zijer. Adingra. Adingra wil het helemaal zelf doen, maar de hoek was scherp. Lapoussin naar zijn rechter. Laat het voor Tuma. Die moet het ook met rechts doen. Handspel misschien. En de trap nog van Van Zijer en de redding van McLaughlin. Plots is daar een belegering vanwege Union. Lazar, dat is wat wild getrapt. Niet in evenwicht, jammer. Goeie kansen voor Union. Hier nog eens kijken. Ja, maar die bal komt via de rug, denk ik, op een arm. Ja, dat klopt. Maar de armen waren niet bepaald langs het lichaam. Kijk eens hoe breed ze stonden. Hij gaat hem geven. Ja, ja. Penalty voor Union. Van Zijer. Ja, ja. Jawel. Zet gewoon McLaughlin op het verkeerde been. Het is 2-0.
Het is zuur voor de Rangers. Het is een cadeautje wat mij betreft, wat ons betreft, voor Union Saint-Gilloise. Maar ze hebben het wel in dank aanvaard. En wel zijn woord gehouden, Dante van Zijr. Je kan op mij rekenen. Daar gaat Van Zijr voor drie. Van Zijr, nee, McLaughlin. Misschien net een tik te veel.